Welkom, lieve kijkers. Dit is een reading voor de mannelijke tweelingziel. Fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op mijn kanaal. Ook het abonneren, het doneren, het aanvragen van privé-readingen. Ook de mensen die steeds weer terugkeren. De mensen die ook hele warme, liefdevolle berichten op mijn website achterlaten. En ook natuurlijk via de e-mail. Ontzettend bedankt daarvoor. Alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Kan goed zijn dat het helpt als je je abonneert, want dan zit jouw energie in het kanaal. Bovendien kan het ook zijn, als dit niet resoneert, dat de vrouwelijke kant jou beter aanstaat. Dus kijk ook eventjes naar die vrouwelijke tweelingziel. Dat betekent niet dat je vrouwelijk moet zijn, maar je hebt zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant. Als het nou niet resoneert, kan het ook zijn dat de energie van vorige week beter bij je aansluit. Want we zitten allemaal op verschillende tijdlijnen. Dus de ene is al zover en de ander nog niet. Zo, we gaan even beginnen. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors, mogen wij weten voor onze mannelijke tweelingzielen. Hier zitten de kaarten in. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Twee kaarten voor jullie. Ik heb de kaart vertrouwen en ik heb de kaart verwarring. Ha, dat zijn wel twee hele mooie tegenpolen natuurlijk. Vertrouwen. Vertrouwen is de drijvende kracht achter een goede afloop van het doorlopen van het tweelingenzielenproces. Soms wil ik iets te snel gaan. En verwarring. Verwarring is een subjectieve afspiegeling van het ego. Dus er mag nog wel wat ego af gaan sterven, zodat er compleet vertrouwen komt in je missie. We gaan eens even kijken met de tarot. Oké, we gaan eens kijken. We hebben de twee van bekers. We hebben de zonkaart. We hebben de 10 van bekers. Doe maar. En we hebben de 3 van zwaarden. Ja, het moest eraan komen, want we hadden de verwarringkaart. En dan hebben we de aas van munten en de 8 van zwaarden. Ik zal ze even hier neerzetten. Is voor jullie wat duidelijker te zien. Zo, dan schuif ik de boel een beetje op. Eens even kijken hoor. Ja, vertrouwen in de connectie. Ik zie dat hier heel duidelijk hand in hand gaan. Het mannelijke en het vrouwelijke. Je voelt ook de energieën die worden uitgewisseld tussen jullie beiden. Dat maakt je ontzettend gelukkig. Je voelt ook echt die energie vanuit de kosmos, vanuit het universum. De warmte, de energie, het vertrouwen. En je ziet deze connectie echt zitten. Alleen door je ego, want het ego die wil altijd het vertrouwde. De ego die maakt jou aan het twijfelen, brengt die verwarring. Want wat doet die? Die geeft aan van ho, stop, het is te mooi om waar te zijn. Jij gaat, je hart gaat breken.
En dat is eigenlijk puur het ego wat je op de schouders tikt. Laat je daardoor niet verwarren. Pas op voor dat je te veel in het hoofd gaat zitten. Weet dat gedachtes, angsten, dat het bedrog is. Dat die verwarring, dat komt door je ego. En focus je op het positieve, zodat je die groei die je hebt, tot nu toe al hebt doorstaan, dat je die verder mag doorgaan gaan zetten. Kijk maar naar al die mooie stekjes. Want je bent heel erg goed bezig. Oh, ik krijg door dat ik hier nog wat kaarten uit mag trekken. Mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides? Sereniteit. Mooi. Maar toch weer die angst, jammer genoeg. Ja, dat is toch die dualiteit waar je mee zit. Hè? Je hebt aan de ene kant die sereniteit, die we hier ook heel duidelijk zien met die 2 van bekers, de zonkaart en de 10 van bekers. Dan staat ook op, waarlijk sereniteit veronderstelt een volledige overgave aan de universele energie. Hè? Die sereniteit, dat is totale overgave. En daar komt dan zeg maar het ego om de hoek kijken met die verwarring. Het ego wil niet afsterven, want een totale overgave betekent een afsterven van het ego. Want anders kan die volledige sereniteit er niet zijn. En die angst, ja, die gaat voor verwarring zorgen. Dat is dus die 3 van zwaarden. En door het boom het bos niet meer zien, die 8 van zwaarden. Dus die angst die probeert maar iedere keer naar boven te komen. Angst is een weerspiegeling van je onderbewustzijn. Het is een emotie, geen realiteit. Dus let daarop als je dus het gevoel hebt van het gaat te goed of je krijgt twijfels. Probeer dan je te verankeren in de positiviteit. Probeer je te gronden en probeer in die warmte en die hoge frequentie te blijven van het vertrouwen. Want anders verlaag je je alleen maar en dat is zonde. Ik weet dat het heel moeilijk is om het ego te laten afsterven. Maar dat is een proces waar jullie op dit moment in zitten. En ja, daar moet je even doorheen. En dat is een hele pittige, kan ik je zeggen. Ja, dus blijf in die balans zitten met de 4 van staven. Blijf je balans behouden. Blijf het vertrouwen behouden dat het allemaal goed is en komt en blijft gaan. Jij bent de magier, dus jij kunt manifesteren wat je wilt. Dus jij, als je wilt, kan je gewoon in die positieve vibe blijven. Die angst die komt ook voornamelijk uit de kindertijd. Dat zijn een aantal zaken die je gewoon hebt aangeleerd. Het zij van je ouders meegekregen, het zij via cultuur, op school, noem maar op. Dat hebben we allemaal. Mag je af gaan leren. Impulsiviteit krijg ik nog. Berusten. Ook weer de dualiteit hierbij, hè? Aan de ene kant impulsief zijn, aan de andere kant berusten. Net als dat we hier zien, sereniteit en angst.
Dat is puur iedere keer dat ego wat we weer zien terugkomen. Impulsiviteit, onbezonnen acties leiden tot onaangename zorgen. Bezin eer je begint. Ik heb daar eigenlijk weinig aan toe te voegen. Het berusten, anderzijds. Dat je toch weer het vertrouwen terugkrijgt. Dat je die balans voelt. En dat je je kunt berusten als het ware. En het voelt als een ruggensteun wanneer je naar de diepte van je tweelingenzielconnectie afreist. Dus wanneer jullie in connectie staan, telepathisch, dan voel je die berusting, dan voel je dat vertrouwen, dan voel je de warmte, dan voel je de sereniteit, de balans, het geluk. En aan de andere kant, dat ego wat dan opspeelt, dat is dus het verwarren, de angst en de impulsiviteit. Maar weet, dat is het ego wat probeert de overhand te nemen. Dat heeft natuurlijk van kinds af aan, heeft dat al vrij spel gehad. En het is natuurlijk moeilijk als dat beetje voor beetje moet gaan afsterven. Maar uiteindelijk moet dat wel, want anders dan blijf je in die dualiteit constant verkeren. En ja, dan blijf je niet hoog vibreren. Dan ga je constant jezelf verlagen, verhogen, verlagen, verhogen. En dat wil je niet. Je wil uiteindelijk die balans met die vier van staven. Je wil met die flow mee. En je kan pas met de flow mee op het moment dat een totale overgave is. Een totale sereniteit, een totale vertrouwen. In het proces, in je persoonlijke groei en in het universum of in het goddelijke. Hoe je het persoonlijk ziet. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefde en licht en heel veel sterkte met dit proces. Namaste.